Dit is een 6V6, populair in Fender gitaarversterkers. En die kost een kleine 20 euro op eBay. En je ziet hier dat er wat spul in een vacuümglazen buis verstopt is. Er allemaal draden eronder. En die leiden dan naar deze voet waar de boel aangesloten wordt op het elektronische circuit in de versterker. En de buis zelf is wel van glas, maar wat er gebeurt in dit metalen omhulsel wat erin zit, dat is eigenlijk aan het oog onttrokken. Je ziet er wel een soort oranje schijnsel in als je hem aanzet. Dat is van het binnenste wat heet wordt gestookt om een wolk van elektronen los te krijgen. Maar het enige wat je echt ziet is de elektronenvanger eromheen, die de plate wordt genoemd. En van de eigenlijke gloeidraad en van de roosters die daartussen zitten, zie je eigenlijk helemaal niks. En goed, om erachter te komen hoe het werkelijk zit, gaan we hem eens even voorzichtig openmaken, gebruikmakend van een traditioneel stuk gereedschap, wat ik hier bij de hand heb. Die klap, dat was het geluid van het vacuüm dat in de buis zit, wat zich ineens vulde met lucht. En dan haal ik hier nog even de restantjes glaswerk eraf. Nou, dat lijkt wel aardig gelukt zo. Voilà! Dit is dus de elektronenbuis aan de binnenkant met nagenoeg geen glas meer. En hier zie je een soort van bakje zitten. Ik heb me laten vertellen dat daar een spulletje op wordt gelegd wat bij de eerste keer aanzetten ontvlamt, zodat alle resterende zuurstof in de buis op is. En ik heb zo'n vermoeden dat ik hem hierboven aan de bovenkant kan openmaken om hem om er eens verder in te kunnen kijken. Even kijken of dat klopt. Nou, dat zit dus ook vaste puntlast. Ik weet niet of je dat ziet, maar er zitten hele kleine puntlastjes overal. Er staat een scherpcamera. Dus even proberen met een tangetje. Ah, leuk dat glasgewer gooi buiten. Dat treffend. Hopla. Even kijken of we hier nu verder in kunnen. Het is een soort van Mika plaatje wat daar zit. Nu kunnen we er eens in kijken. En in het midden. Even kijken of we dat beter kunnen zien. Hij heeft een beetje moeite met scherp stellen. Maar helemaal in het midden zie je een staafje wat een gloeidraad is en heet gestookt kan worden. En daaromheen zie je draadgewikkelde roosters zitten. En dan gaan we maar eens van buiten naar binnen ontleden. Het idee erachter is dat je hier in het midden die kern heet stookt. Daar gaat een elektronenwolk omheen zweven. Dan zet je hierop een spanning van 200 tot 400 volt of zo. En dan trek je daarmee die elektronen van het middenstuk naar de buitenwand. Dat is een elektronenstroom. Maar die elektronenstroom die kun je foppen door op een van die roostertjes die erin zitten een spanningje te zetten wat de andere kant op wijst, waardoor die elektronen liever teruggaan naar waar ze vandaan komen dan dat ze oversteken naar de hoge positieve spanning. Daar zo. En met die kleine negatieve spanning aan de binnenkant, bijvoorbeeld uit je gitaar of zo, kun je dus een grote stroom regelen om bijvoorbeeld je luidspreker op en neer te bewegen. Dus
Nou, volgende stap, eens kijken of we de platen eraf kunnen halen door hier en hier de boel open te knippen. En dan de platen als het ware af te trekken. Even kijken waar ik mijn tangetje heb gelaten. Goed. Voilà. De pleat, dames en heren. Gewoon een kokertje. Aan de binnenkant glimt hij trouwens. Hij is alleen aan de buitenkant zo mat. En hier zien we nu een blik op alle roosters. Dat witte in het midden, dat is de anode met de gloeispiraal eromheen. Ik zal hem even heen en weer bewegen voor u. Dan kunt u hem zien. Dat is deze. En daaromheen zit dit metalen geval. En daarbinnen zitten twee roosters in elkaar. Nou, dat metalen geval er maar eens even afpeuteren. Eens even kijken hoe dat zou moeten. Hij is hier zo verbonden. Dat zie je ook altijd in schemaatjes staan. Dat hij het buitenste rooster. Het is ook een rooster dat het verbonden is aan de anode. En dat die verbintenis die zien we hier gewoon zitten. Dus dat klopt alvast met de tekeningen. Dus even wegknippen. Om er dieper in te kunnen. Hadza. Heel zacht metaal. Kennelijk flinterdun. Oh, even een beetje in beeld blijven, Dave. En ik heb hem zo ver ingeknepen dat het moeilijk is om eraf te peuteren. Zo, dit heb ik eraf gehaald. Dit is dus onderdeel 2. Goed. En zoals in veel beschrijvingen staat, is dit grit dus een gewikkelde draad. Wat hier dus omheen zit. Knip ik ook weer even aan de basis weg. Blijf een beetje in elkaar steken. Dit is dus grit nummer 2. Eigenlijk een kokertje. Ach, fijn draad. Het is wel mooi, mooi spul. Goed, en dan hebben we dus nog zo'n rooster hier omheen zitten. Dit is het stuurrooster. Dus hier met dit rooster kun je dus de hoeveelheid elektronen gaan regelen. Als we hem weer helemaal in elkaar krijgen, wat ik betwijfel. Ook maar weer eens eraf knippen. Hopsa, er valt een beetje poeder van het wit af. Zo. Dit hier in het midden is dus de anode. Die wordt heet gestookt. Er zit een of ander poeder op wat misschien wel makkelijker opgloeit. Of een of ander metaal is wat makkelijk. Of een of ander zout is wat makkelijk elektronen loslaat. En het lijkt erop. Dat de gloeidraad die erbij hoort, die erin zit. Ja, kijk eens. Dit hem hier, dat is dus de gloeidraad waarmee het hele zwikkie heet gestookt wordt. Kijk eens. Knikt zomaar. Makkelijk in de knoop te krijgen. Eens even kijken of je erop wil scherp stellen. Nee. Dus. Zo zitten die elektronenbuizen in elkaar. En elk van die onderdelen is hier zo in de voet en met een draadje naar buiten geleid. Waardoor je het kunt gebruiken hier zo in de buitenwereld. Het was een mooi bouwwerkje.